Jongens, hoe de fuck haal je lippenstift eraf? Ja, deze. Ik heb wel eens gehoord. Hey kijkers van... Gio, Gameplay World XL. Hey kijkers van Gio. Als jij een leuk idee hebt voor een intro, in plaats van hey kijkers van Gameplay World XL, laat het achter. Het is moeilijk, want ik weet dat hey kijkers van Gio, klinkt het raar? Geen idee. In ieder geval, welkom dus weer vandaag bij een nieuwe video. Wat wij vandaag gaan doen is een soort van mannelijke inspecteur uithangen. Een mannelijke onderzoeker. Ja, wij gaan vandaag, dus ik als jongens, gaan wij de meisjes, dus jij daar ook het meisje, als jij als meisje kijkt. Wij gaan vandaag de meidenstruggles onderzoeken en kijken of wij als jongens erachter kunnen komen wat het betekent en wat het dus is. Ik heb allerlei plaatjes opgezocht en in die plaatjes staan dus meidenstruggles, maar er staat niet bij wat het is. En er staat dus bij dat alleen jongens dit nooit van hun leven zullen gaan begrijpen. Die foto's die we dus straks gaan zien. Dus jongens, wij gaan de uitdaging aan dat wij deze foto's wel kunnen gaan begrijpen. Of we hebben het gewoon compleet fout en we worden keihard uitgelachen door de meisjes. En dat, ja, dat is ook een optie. In ieder geval, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Als wij de 15.000 likes kunnen halen op deze video, dan zou dit super vet zijn. En laten wij maar beginnen bij het eerste plaatje. Ik weet niet waarom ik helemaal naar beneden ging, maar plaatje 1. Oké, dus dit is het eerste plaatje en ik weet gelijk wat het is. Ik weet gelijk wat het is. Dit is als je zeg maar zo'n meidenelastiekje, zo eentje wat je in je haar moet doen. Ik ga er even één pakken, even kijken in mijn meldkamer. Oké, let's go. We gaan de meidendingen openen en ik hoop niet dat het hier een rotzooi is. Oh my god, wat ligt hier? Ja, wacht, ik heb ze gevonden. Kijk, deze dingetjes. En die zitten inderdaad echt fucking strak. En dat kan dus inderdaad je bloed echt helemaal afknijpen en shit. En ja, dat is echt vet kut. Maar het eerste plaatje, daarvan hebben wij dus bewezen. Ik heb trouwens nu niet gelijk van die hele gekke dingen in mijn pols. Maar daar hebben wij dus van bewezen dat wij weten wat dat is. En als je dat als jongen niet wist, ja, laat het dan maar achter. Ik ben benieuwd hoeveel van de jongens dit goed hebben. Dus van alle plaatjes die we straks gaan zien. En misschien zijn er ook wel meisjes die sommige dingen gewoon niet herkennen. Oké, het tweede plaatje. Dit is denk ik de maandelijkse periode. Of het is buikpijn gewoon, maar dat krijg je volgens mij ook van je maandelijkse periode. Ja, denk ik. Ik ben nog nooit ongesteld geweest. Dat is heel logisch en zo. Dus ik denk dat dit, zeg maar, hoe het eruit ziet dus inderdaad. En het voelt dus alsof er iemand in je buik zit te boren. En dat is dan denk ik ongesteldheid. Ik hoop dat ik het goed heb. Ik weet het niet. Als ik het fout heb, laat het weten. Misschien is er wel iets anders dat je maandelijks buikpijn door krijgt. Maar dit is denk ik ongesteldheid. Ik zie hier een shampoo fles en een conditioner fles. De conditioner fles is echt zo'n fles die ik altijd in de douche zie staan. En dan denk ik, waarom staat het hier? Wie de fuck gebruikt dit? Want ik gebruik het nooit. Ik gebruik altijd alleen shampoo. Ik ga ze pakken. Kijk, dit. Dit is conditioner en dat is gewoon shampoo. En inderdaad, de conditioner is wel leger dan die shampoo. Dus er gebruikt wel iemand hem. Ik weet alleen niet waar het voor is. Het is volgens mij om je haar vetter te maken of iets. Of, I don't know. Volgens mij is het gewoon echt weer typisch iets voor meisjes. Dat, ja, leg het maar uit. En waarschijnlijk gebruiken meisjes dat dus ook veel meer dan shampoo. Oké, maar deze heb ik serieus ook last van, hè. Als ik naar buiten ga en het waait echt fucking hard. Deze foto, mijn haar gaat echt letterlijk gewoon... Dan zit het echt zo. Kijk, dan heb ik zo'n kakje in mijn hoofd. En dan gaat het echt helemaal plat zitten en echt als dit. Dus dat is niet alleen wat meisjes hebben. Maar ik snap dat het bij meisjes wel heel erg is. Maar ik begrijp deze struggle ook. Dus ik heb gewoon volgens mij nog alles goed. Hey, ik ben gewoon stiekem mijn meisje volgens mij. Ja, deze. Ik heb wel eens gehoord dat het voor meisjes echt een enorm fijn gevoel is als ze uiteindelijk de BH, de BH uit kunnen doen. Dat dat heerlijk is, dat het dan lekker losvalt en zo. En ja, oké. Ik weet niet, ik heb nog nooit een BH aangehad, dus geen idee of dat echt lekker is. Maar dat zal waarschijnlijk wel dit plaatje betekenen en dit begrijp ik dus weer. Ja, of het is wat anders, maar volgens mij is het gewoon echt een enorm fijn gevoel als je eindelijk je bulten hier zo gewoon lekker eruit kan luchten. En ja, jongens... Volgens mij hadden we deze goed. Ik denk dat ik het gewoon moet vergelijken met dit. Kijk, dat als je dit zo fucking strak om je lichaam... Oh, dit is echt heel strak. Dit knijpt door mijn lichaam fijn. Dat het... En dan als je het loslaat, dat het... Oh, dat het heerlijk is. Oh, ah. Hele rare vergelijking. Dit is lippenstift. Dat weet ik eigenlijk vrijwel zeker. Afgevende lippenstift, net zoals dat je een lekker kusje op je wang krijgt van je oma of wie dan ook. En ineens zit heel je
fucking wang onder. Hè? Lekker een hele lippen ding op je wang. Dat is echt een heel fijn gevoel. En dat is dus waarschijnlijk ook wat ze dus hebben als ze gaan drinken uit een koffiedingetje dat dat hele ding onder zit. Eén ding. Doe nooit van die afgevende, echt extreem afgevende lippenstift af. Want volgens mij heb je ook gewoon... Ja, ik heb er eigenlijk geen verstand van, dus ik weet het niet. Maar volgens mij heb je gewoon lippenstift die ook niet afgeeft. We gaan het weer uittesten. Oké, dit is hopelijk niet Mel haar duurste lipstick of iets. Dat hoop ik echt voor haar dus. Ik doe dit zo verkeerd op. Hoe de fuck doe je dit überhaupt? Hoe ga ik dit afkrijgen straks? Er komt straks bij mij iemand op thuis op bezoek. Hoe ga ik dit afkrijgen? Oh my god, wacht. Nee, shit, ik moet een spiegel hebben. Oké. Het eindresultaat. Nou, het is best goed gelukt, toch? Oké, we gaan een blaadje pakken. Hier, dit is een blaadje. We gaan een kusje geven. Oh! Het is gelukt. Dit is dus afgevende lippenstift. Mel, deze moet je niet opdoen als je met iemand gaat zoenen. Nu moet ik dit eraf gaan krijgen. Kut! Maar hé, weer een punt voor mij. Ik begreep deze. Oké, fuck. Ik heb een probleem. Ik krijg dit niet af. Moet je dit met water doen of zo? Jongens, alsjeblieft. Oh my god. Fuck! Mijn hele smoes zit onder. Oh shit. Nee! Kijk! Ik ben een fucking clown geworden! Ik ben een clown geworden! Oh, kut. Sorry. Fuck! Hoe ga ik dit eraf krijgen? Ik heb struggles. Ik snap het meidenleven niet meer. Fuck! Doekjes. Jongens, hoe de fuck haal je lippenstift eraf? Oh, kut. Oh my god, nee, dit kan toch niet? Hoe krijg ik dit eraf? Er is vast spul voor. Nee, kijk hoe rood mijn smoel nu is. Maar, we gaan nog door naar de volgende. Want de volgende is dit. Dit is denk ik een probleem van de laatste jaren. Dat meisjes beginnen met hun wenkbrauwen te tekenen en zo. Want dat is een hele nieuwe trend volgens mij geworden. Staat best mooi bij sommigen, maar sommigen moeten het ook gewoon echt niet doen. En dat betekent dus dat je ene wenkbrauw zo te zien heel mooi is. En aan die andere kant is die dus heel lelijk. Kan ik begrijpen dat ze het gewoon totaal niet symmetrisch tekenen. Ik denk dat ik daar wel een voorbeeld van heb zoals dit. Ja, dit is pittig erg als je het zo tekent. Dat het ook gewoon, dat het te dik is bijvoorbeeld. Of sommigen weten gewoon echt niet hoe ze dat moeten tekenen. En ja, mijn wenkbrauwen die staan gewoon... iets verder uit elkaar. Mensen vragen ook altijd, hey Gio, epileer jij je wenkbrauwen daartussen? Nee, dit is gewoon mijn gezicht. Oké, en dan komen we bij de laatste. En, ja, deze is moeilijk. Wat betekent dit? Ik zie een kale man en... Oké, deze vind ik oprecht moeilijk. Ik heb geen idee. Nee, even serieus. Is het dan dat je paarden staat... Wat heeft een kale man met dit te maken? Oké, sorry, ik ben gefaald. Nee, ik heb alles zowat goed gehad volgens mij. Ik hoop het. Ik hoop dat jullie dat ook hadden. En dat ik het ook echt goed had. En misschien zat ik wel compleet fout bij sommige dingen. Maar deze, als jullie dat weten, leg het me alsjeblieft uit. Want ik snap de link niet. Dat was de laatste dus in ieder geval. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En ik denk dat ik wel een beetje door heb wat de vrouwelijke struggles zijn. En dat ik dus deze foto's ook gewoon wel begrijp. Ik weet niet of dat een goede of een slechte eigenschap is, maar ik hoop goed. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan zeg ik tot de volgende video. En later! En nu ga ik echt even serieus deze fucking lippenstift eraf halen, want het kan echt niet zo. Ik ben echt zo. Oké.